FC Utrecht verslaan en met een goed gevoel de winterstop in. Dat is de opdracht voor FC Groningen. Trainer Pieter Huistra stuurt waarschijnlijk dezelfde spelers als tegen Vitesse het veld op. Dat betekent dat Danny Holla en doelman Luciano weer in de basis starten. Luciano benadrukt het belang van de wedstrijd. Ja, het is een heel belangrijke wedstrijd. En het kan een heel een mooie wedstrijd spelen. Want dat is de laatste wedstrijd van de winterstop. En ik denk dat iedereen wil graag naar huis gaan met een overwinning. Ja. En voor mij zelf. Dus ik wil gewoon een lekker wedstrijd spelen en probeer de 3 punten thuis te halen. Goed gevoel de winterstop in. Ja, precies. Ja. Omdat, vooral voor mezelf. Ik heb de kans gekregen de trainer alweer om dit doel te staan. Ja. En voor mij is het heel belangrijk dat de wedstrijd gaat winnen en goed keepen. Ja. En dan kunnen we gewoon lekker naar huis en een schip terug. De Braziliaan wil graag de nul houden om zo indruk te maken op trainer Huistra. Natuurlijk, een nul voor keeper is heel belangrijk, ook voor het team. Als zij de nul houden, heb je altijd de kans om een goal te scoren, dan kan je gewoon een wedstrijd te winnen. En natuurlijk, voor mij is het belangrijk, de trainer heeft deze 2 wedstrijden voor mij een kans gegeven, dus ik moest gewoon met de bijten de handen grijpen. En dan hopen we mooi weer. Dat hoop je niet, nou, ik denk het niet, maar toch, we moeten opstaan. Dus maakt niet uit, maar wel, ik vind het niet erg als 15 graden of zo. Oh, met het weer kan je de nul houden. Ja, natuurlijk. Zo gezellig als jij met een lekker weer kunt spelen. Maar als het niet anders, moet je gewoon toch gaan. Zaterdagavond om 9:15 kan FC Groningen in de Euroborg een wisselvallige eerste seizoenshelft dus positief afsluiten.